Bluff? Ja, Bluff moet terugkomen. Niet Busy. Niet Busy? Niet Busy. Mozart. Dat is een beetje te laat daarvoor, want die is dood. Avicii. Die is ook dood. De Vierdaagse Feesten viert deze zomer zijn 50ste editie. Tijd voor een feestje en voor verandering. Naast de geheel nieuwe huisstijl hebben ze ook de slogan Party of the Year vervangen door Vierde Feesten. Ook denken ze na over een naamsverandering. Weten jullie wat er dit jaar 50 jaar bestaat? Geen idee. Weten jullie wat er dit jaar 50 jaar bestaat? Nee. Weet jij wat er dit jaar 50 jaar bestaat? Wat er 50 jaar bestaat? Nederland. Nederland? Weten jullie wat er dit jaar 50 jaar bestaat? Wat? Nee, weet ik niet. Nike. Nee. Weten jullie wat er dit jaar 50 jaar bestaat? De maanlanding. Maanlanding? Ja. Die bestaat niet 50 jaar. Jawel. Jawel? Mijn vader is dit jaar 50 geworden. En als deel van een filmpje dat ik heb gemaakt voor hem, had ik maanlanding erbij. Oh, oké. Okay. Ja, daar heb ik ook weer wat geleerd. Niet. Ja, dat zullen we er absoluut inzetten. Weten jullie wat er dit jaar 50 jaar bestaat? McDonald's. Mijn moeder. Je moeder? 50 jaar. Ja. Gefeliciteerd. Daarnaast ook dat Yoko en John Lennon in een bed protesteerden. Dat is ook 50 jaar geleden. Wat nog meer? Mijn vader is 50 jaar geleden geboren. Hoe heet je vader? Bob Walker. Kun je hem even feliciteren? Gefeliciteerd. Het evenement begon 50 jaar geleden onder de naam de Zomerfeesten. Deze is 20 jaar geleden veranderd naar de Vierdaagse Feesten om de link met de wandelmars ook iets meer te verduidelijken. Maar nu denkt de organisatie erover na om de naam nog meer in te korten naar de Feesten. Ben je daar voor of tegen? Nee, tegen. Ben je er tegen? Ja. Waarom? Ja, omdat het dan een Vierdaagse gaat. Ja, precies. Dat is dus ook een beetje het idee geweest om de Vierdaagse Feesten te noemen. Ja, Vierdaagse Feesten, ja. Nee, zomer, wij noemen het altijd gewoon Zomerfeesten. Zomerfeesten beter dan Vierdaagse Feesten. En waarom? Omdat ik niks met de Vierdaagse te maken heb. Ben je het daarmee eens? Nee. Waarom niet? Omdat het echt gewoon alles kan zijn. De feesten. Ja, de feesten inderdaad. Dat kan alles. Niks meer met de Vierdaagse te maken, zeg jij dan? Nee, ik niet. Nee. Gewoon lekker bij de Zomerfeesten. Ja. Dat is een veel betere naam. Waarom? Nou ja, zomer geeft sowieso al een mooi gevoel. En dan heb je zomer en feest. Plus plus. Dat is alleen maar beter, toch? Ten zelf weten. Moet zelf weten. Ja, man. Dan vind ik wel eigenlijk dat het gewoon een naam moet wat met Vierdaagse te maken heeft. Als het, ja, het heeft er eigenlijk niets mee te maken, vind ik. Nee, man, dat is niet vet. Nee? Nee, jongen, het is gewoon zomer, toch? Ja. Als het alleen maar zomer is en het heeft alles zo geheten, waarom willen ze het veranderen dan? Jij moet ook wat zeggen. Jij moet ook wat zeggen. Nee, ik vind dat ze dat niet moeten doen. Ik vind het een beetje waarom. Mooi. Ja. Je vindt het een beetje waarom. De organisatie laat weten voor deze 50ste editie geen hele grote artiesten te contracteren, omdat het sowieso al erg druk is. Momenteel zijn er optredens aangekondigd van Navarone en Davina Michelle. Maar de vraag is, wie zou jij graag willen zien tijdens de feesten? Hebben ze, dit jaar hebben ze nu al twee namen, of tenminste twee grote namen aangekondigd. Navarone en Davina Michelle. Ken je die? Ja, ja, van... Hoe heet dat lied ook weer, die hit? Die hit? Weet ik niet, man. Ja, van die Nederlandse hit. Ja, ja. Duurt nu al lang voordat je hem hebt. Ja, die ja. Goeie, goeie. Geen idee. Kan allemaal wel. Ja, kan allemaal. Iets van nu. Iets van nu, wat is iets van nu? Ja, weet ik veel, Busy of zo. Niet Busy. Niet busy. Niet Busy. Hij wil Willem Kleine, ik wil Bluff. Ik wil Bluff. Bluff? Ja, Bluff moet terugkomen. Terugkomen? Ja, heel veel jaar geleden zijn die geweest op de Waalkade. Maar ze moeten terug. Ik vind het echt tof. Nee, weet je, het is hier altijd gezellig omdat er zoveel verschillende podia zijn. Dus altijd wel op een podium is er wel gewoon gezelligheid. Dus of dat je nou een grote naam neerzet of gewoon een feestje bouwt. En dan heb ik liever gewoon een leuk feestje overal. Snollebollekes ook nog. Ja, ja, zeker. Q-Music. Ja. Waalkade, ja. Dat is wel leuk toch, de Q-Music foute party ook. Ja, daar zijn wij meestal. Ja, maar we echt niet uit. Ik merk niet eens dat ze er zijn. Oh, je bent gewoon zo dronken dan dat het... Nee, maar ik let nooit op het podium eigenlijk. Oké, dus vooral de mensen eromheen. Ja, precies. Ja, Refuego, Smip, Leaves. Nog meer? Weet niet, nee. Nee, verder? Jong Internet.
Jong Internet, dat is van een goeie inderdaad, ja. Crisscross Amsterdam en Manen te bieten met Huis van Mij. Gaat gewoon naar de Q Music foute party. Nee, we staan meestal op Faber een beetje te zuipen. Dus ja, dat is een heel goed idee. Wie zegt u? Een discjockey is ook goed. En welke precies? Nou, daar moet je niet meer mee bezig. Maar heeft u niet de favoriete artiest van vroeger misschien, die hij helemaal geweldig vond? Nee, niet meer, nee. DJ Jean? Nooit van gehoord. Oké, jammer. Of Snolleke Bollekes. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Dan hopen we dat die terug gaan komen. Ja, zeker. Ja, die komen wel, denk ik. Misschien wel. Is wel een beetje duur. Nee hoor, die zijn er niet meer duur. Oh, die zijn wel duur, Snolleke Bollekes. Geworden? Ja. Oh. Ja. Nou, in ieder geval... Q Music wel. Dat is waar. Mozart. Dat is een beetje te laat daarvoor, want die is dood. Avicii. Die is ook dood. Dat was al helemaal te laat. Dat is al helemaal te laat. Mozart, dat is nog pas geleden, maar Avicii dat... En vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een like en volg ons ook op Instagram en YouTube onder de naam WZHV19.